Maar hoe is het om weer op bezoek te kunnen gaan? En ja, wat heeft u in de tussentijd kunnen doen? Nou, om te beginnen heel mooi om hier eindelijk fysiek te kunnen zijn. Het is al natuurlijk 2 jaar geleden, we hebben niet kunnen reizen. En met name, we zijn in contact gebleven. We hebben gewoon heel veel bezoeken per Zoom. Maar anders is het om echt de klanten te kunnen zien. En daar is waar wij het verschil maken. En ja, in de laatste 2 jaar, niks is stilgebleven. Juist COVID heeft dus heel veel veroorzaakt. En dat is dat juist inclusieve financiering nog belangrijker was. Hè? Dus die overheid, de premier-minister, die zei gisteren tegen mij dat echt juist door de COVID-tijd om echt bij de burgers te komen, dat was het echt subsidies te kunnen sturen door mobiele telefonie, dat was juist heel belangrijk. Dus financial inclusion loont en helpt. Dus dat weet iedereen. Nu die issue is, hoe doen we zodat echt ook nog de boeren, de vrouwen en de mensen echt in rurale gebieden echt veel meer profijt van hebben. Wat heeft inclusieve financiering gedaan tijdens COVID? Nou, het feit dat er bijvoorbeeld het zo'n minister van Financiën en Sociale Zaken wel subsidies aan vrouwen die in vergelegen gebieden toch wel geld konden sturen in tijden waar hun winkels helemaal dicht waren, ze mochten niks doen, dat was echt een redding. Entendre comment ça marchait et la digitalisation, la numérisation de votre compte. Et bon, c'est pareil. Et nous avons aidé ce qu'elle m'a donné sur l'entrepreneuriat. Nous avons décidé de nous mettre en fait agir pour les biens. La coopérative. Oh, my God.